natuurlijk heel recent een mega-update geweest in Brawl Stars. Met onder andere dat de dozen dus zijn verwijderd en dat je credits hebt waardoor je knokkers kan krijgen. Nou ja, en ik heb al de knokkers al, dan kan ik roem krijgen. Maar in ieder geval, daar gaat het eigenlijk niet over. Waar het wel over gaat, dat de volgende update alweer om de hoek staat. Ja, dat is ziek nice, want het Brawl Stars seizoen duurt op dit moment, nu ik dit opneem, nog 8 dagen en 20 uur. Dus dat is helemaal niet zo heel lang. Dus dat betekent dat er een nieuwe Brawl Pass uitkomt met een nieuwe chromatische knokker. Dus ik ben super benieuwd wat voor knokkers ze gaan releasen. Ja, ik moet maar even goed zeggen. En ik ben ook heel benieuwd of ze nog andere dingen gaan toevoegen in de komende update. Daar komen we achter als natuurlijk de Brawl Talk online gaat komen. Maar wat we in deze video alvast gaan doen, zijn edelstenen sparen voor de nieuwe update. Want ik heb dus op dit moment bijna geen edelstenen. Dus dat is een beetje jammer. En ik ga ervoor zorgen dat ik meer ga krijgen. Want op dit moment heb je in de winkel allemaal aanbiedingen waardoor je edelstenen kan kopen. En ik ga een challenge doen die bepaalt hoeveel edelstenen ik mag kopen. En dat doe ik met klassieke Shelly. Want dit is een gratis skin die iedereen krijgt. Dus dat is heel nice. Maar voordat we gaan beginnen en voordat ik de challenge ga uitleggen, doe dat duimpje omhoog. 1000 likes, heel nice. En als dat gaat lukken op deze video, en vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je mij willen supporten, gebruik dan natuurlijk die code BOWS als je ook een aanbieding koopt. Of als je binnenkort een nieuwe Brawl Pass koopt. Of gewoon iets in Brawl Stars of andere Supercell games. Support je mij een klein beetje mee. Maar even uitleggen over de challenge. Ik zal eerst even de klassieke Shelly skin gratis claimen. Toch maar even leuk meegenomen. Verjaardagskin 2022. Ja, gratis skins. Altijd mooi. Ook al is het misschien niet de allermooiste skin van Shelly, ik vind hem toch wel leuk. En het is gewoon een gratis skin en je kan hem nu claimen. Als je dat nu niet doet, dan krijg je hem nooit meer. Dus dit is wel een skin die over 1 of 2 jaar heel zeldzaam is. Alleen op dit moment, nu iedereen hem gratis kan claimen, nog niet. Maar over 2 jaar wel. Dus als je dan nog steeds Brawl Stars speelt, is hij heel zeldzaam. Maar wat we gaan doen, we gaan een mega gevecht doen. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik met Shelly een mega knokker ben. En dan, hoe langer ik overleef, hoe beter de aanbieding is die ik mag kopen. Stel, ik ga binnen 1 minuut dood, want 2 minuten is het maximale, dus 1 minuut is ongeveer de helft. Binnen 1 minuut dood, dan mag ik maar 100 edelstenen kopen. Stel, ik overleef het 1,5 minuut of langer, dan mag ik 450 edelstenen kopen. En stel, ik haal de volledige 2 minuten vol met Shelly als megaknokker, wat super moeilijk is, want Shelly is niet de beste megaknokker, dan mag ik de aanbieding kopen van 60 euro. En dan krijg ik 89 edelstenen. In ieder geval, dat is ziek veel. Maar dan moet ik dus 2 minuten overleven als megaknokker met Shelly. En dan gaan we dus kijken of dat gaat lukken. Ik ben super benieuwd. Maar wat denken jullie? Gaat me lukken om de duurste aanbieding te kopen? Om eerlijk te zijn hoop ik dat wel, want dan kan ik gewoon genoeg edelstenen kopen om zeg maar de nieuwe knokker te krijgen op het moment dat die uitkomt. Want ja, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk die nieuwe chromatische knokker krijgen. Maar ja, dat zien we dan wel. Maar ja, daarvoor moeten we dus 2 minuten overleven. Dat gaat echt heel pittig worden. En in de tussentijd moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we al deze andere hier gaan pakken. En met Shelly moet je gewoon even zorgen dat je in de buurt komt van je tegenstander. Kijk, die Colt, dat maakt niet veel uit. Maar dit telt dus niet mee. Als we nu winnen of zo, daar mogen we geen edelstenen voor kopen. Shelly moet een megaknokker zijn. En ik weet het leuk gemaakt, we hebben 2 kansen. Dus ik heb 2 pogingen om zeg maar dat te fixen. En ah shit, oké, ik deed wel mijn super, maar niet veel damage. Dus wij mogen 2 keer een megaknokker zijn. Dus ik heb 2 kansen om het te halen. En dan heb ik dus ook eventueel 2 aanbiedingen die we mogen kopen. Dat hangt er een beetje vanaf hoe lang ik dus overleef. Maar ik zie jullie zo meteen als we wat verder zijn en als we die Colt gaan pakken. Oh, nu ben ik dicht bij die Colt. Dan kan ik even heel veel damage doen. Ja, dan deed ik even heel veel damage. Als je eenmaal in de buurt bent van zo'n Colt, in 1 keer kan je ziek veel damage doen. En dat is wel het voordeel met Shelly. Ja, we hebben in ieder geval het eerste potje gewonnen. Maar dit boeit niet. We moeten zelf de mega knokker zijn. Gaat dat nu gebeuren? Nee, weer niet. Oké, dit is jammer. Ik denk dat we wel even de tijd nodig hebben voordat we zelf een keer de mega knokker zijn. De kans is ook 1 op 6. Dus de kans bestaat best wel dat we hier ziek lang bezig zijn voordat we dit een beetje gaan halen, deze challenge. Oké, nu gaat hier al die bus heen. Ja, ik laat van deze potjes dus een beetje de hoogtepunten zien. En dan van de potjes die er echt te doen, dan zien jullie dat helemaal.
Nou, ik denk dat we ondertussen al 10 potjes hebben gedaan. Ik ben al 20 minuten aan het opnemen en dat vind ik altijd wel het nadeel van dit soort video's. Het duurt altijd zo belachelijk lang, jongen, voordat ik een keer die megaknokker ben. En trouwens, bijna alle megaknokkers waar we tegen moesten, gingen binnen 1 minuut dood. En dat waren niet eens Shellys. Dat waren Mortissen, wie waren er nog meer? Nou, in ieder geval knokkers die beter waren als Shelly als megaknokker. Dus dat is wel vrij bizar om eerlijk te zijn. Kijk hier, ik denk dat we Chester ook wel kunnen hebben. Alhoewel is Chester wel een redelijk goede knokker als megaknokker. Omdat hij ook meerdere hits tegelijkertijd kan doen. Dus ik denk dat hij ook wel een poging gaat wagen om het te halen. Maar ik denk dat we dit wel kunnen winnen. Ja, er zijn echt weinig geschikte megaknokkers. Dat is echt niet normaal. Ja, nu kan ik veel damage doen. Ja, kaboom, kaboom, kaboom. En dat is hem al. Ja, ik zei het toch. Ja, binnen een minuut is hij gewoon dood. En als zo'n Shelly eenmaal dichtbij is, jongen, je kan helemaal niks. Maar het komt ook dat het zeg maar zo snel gaat, omdat ik op de 800 trofeeën zit met Shelly. Waardoor we vet veel goede tegenstanders hebben. En vet veel goede spelers die hier ook in spelen. Dus daarom gaat het ook zo snel. Dus ik denk, als ik zelf zo meteen mega knokker ben, dat het wel heel pittig gaat worden om lang te overleven. Maar nu weer niet. Dit is echt al de, ja, meer dan de 10e keer achter elkaar dat ik geen mega knokker ben. Dat is wel irritant. Dus hopelijk gaat dat zo meteen wel gebeuren. Alhoewel zijn dit soort potjes wel chill. Want dan kan je gewoon even snel ervoor zorgen dat jij deze game klaar hebt. Ja, dat scheelt wel. Dus dankjewel, Pep. Oké, we hebben nu een Shelly tegen ons. En dit is misschien wel een goede meter hoe ver je kan komen met de Shelly. Want dit is een Shelly die zich niet zomaar laat killen. Dus die gaat wel proberen het gewoon te halen. Op dit moment heeft hij al wel wat damage tegengekregen. Ja, vooral tegen afstandknokkers kan deze Shelly natuurlijk heel weinig. We kunnen nu hier even damage doen. Ah, oké, dat is jammer. Hij heeft wel zijn superweer verspeeld. Maar 58% HP heeft deze Shelly op dit moment nog. Dus dat is niet zo heel veel. Ja, tegen afstandknokkers, je kan helemaal niks. Ik weet alleen niet zo goed welke gadget nou beter is. Of die ik nu heb beter is, of die andere. Maar kijk, als ik eenmaal dichtbij ben, jongen, die doet zoveel damage. Ja, die Shelly die geeft het nu ook op. Oké, kansloos. Niet eens een minuut gehaald. Ha, dat is echt heel ernstig. Ja, ik zit te twijfelen. Ik heb nu deze gadget geselecteerd, maar ik weet niet of dat er beter is. En sterrenkracht denk ik dat deze wel chiller is. Dan krijg je in ieder geval weer wat HP erbij. Maar ja, ik weet niet zo goed. Nou, ik hou het nu even bij deze. Maar we gaan het doorproberen. Dit is, ja, ondertussen al potje nummer 15 of zo wat ik aan het spelen ben. En nog steeds geen mega knokker. Oké, even een korte samenvatting. Ik heb op dit moment 17 potjes gespeeld. Nog steeds geen mega knokker. En wat het erge is, is dat ik voor de opname ook al 5 potjes heb gespeeld. Zeg maar mega gevecht. En dat ik toen ook nog geen mega knokker was of ben geworden. In ieder geval 22 potjes tijd heb ik gespeeld. En geen één keer ben ik mega knokker geweest. Bro! Doe normaal, Brawl Stars! Hoe groot is die kans? De kans is normaal 1 op 6 en ik heb niet eens 1 op 22. Ik begin ondertussen echt geïrriteerd te raken. Oké, nou, we zijn ondertussen al 25 potjes bezig. Ik hou het vanaf nu bij, dan weten we het exact. Maar ik heb mijn doelstelling even omlaag gezet. Want ik wou in het begin zeg maar 2 keer een megaknokker zijn. Omdat het veel te lang duurt, doe ik nu nog maar 1 keer een megaknokker. Maar eventjes iets anders. Als ik een halve minuut het volhoud, dus tussen de 30 seconden en 1 minuut, dan mag ik 100 edelstenen kopen. Tussen de 1 minuut en 1,5 minuut volhouden, dan mag ik zeg maar de 450 edelstenen kopen. En de duurste aanbieding van 60 euro mag ik kopen als ik 1,5 minuut of langer volhoud. Dus tussen de 1,5 en 2 minuten mag ik die aanbieding van 60 euro kopen. Omdat het gewoon te lang duurt om zeg maar 2 keer megaknokker te zijn. Dit is gewoon onbegrijpelijk gewoon. Dit wordt potje nummer 26. Technisch gezien zou ik al 4 à 5 keer een megaknokker moeten zijn geweest. Aangezien de kans 1 op 6 is. En dit is potje nummer 26 uit weer niet. Maar als we zo meteen megaknokker zijn, dan krijgen jullie mij weer te zien. En dan ben ik benieuwd of we meer dan 30 potjes daarvoor nodig hebben. Zul je zien dat er 100 potjes ervoor bezig zijn. En je hebt ook zoveel knokkers die gewoon als megaknokkers spelen. Sommigen geven het gewoon op en anderen die willen echt spelen. Maar dat duurt allemaal gruwelijk lang, jongen. Dat is echt heel irritant. Ah, nee. Oké. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Oké, ik heb best wel wat geduld helemaal als het gaat om het maken van video's. Weet je, af en toe kost de video wel wat tijd om te maken. Maar bij deze video had ik het idee van, hé, ik maak hem eventjes en dan is het goed, dan is het klaar. Maar ik ben nu al 34 potjes aan het doen om die ene keer megaknokker te zijn. 34 potjes. Ik ben al een uur lang achter elkaar aan het opnemen om één keer megaknokker te zijn. Hoe dan? Ik ben er echt helemaal klaar mee. Dit is echt te bizar voor woorden. Ha.
Ai. Oké, ik weet het goed gemaakt. We gaan door tot en met 40. En dat is vind ik het best geweest. Ik weet het leuk gemaakt. Als ik de 40 potjes achter elkaar haal zonder dat ik mega knokker ben, dan mag ik ook de 60 euro aan edelstenen kopen. Dan doen we het gewoon zo. Weet je, als het niet kan als mega knokker, dan doen we er een extra challenge bij. 40 potjes achter elkaar, geen mega knokker. En ik heb gewoon die edelstenen verdiend. Ja, dan heb ik gewoon super lang opgenomen. Dan doen we het op die manier. Dus we hebben nu, dit is potje nummer 35. Hierna nog 5 potjes, geen mega knokker. En ik mag het kopen. Zo zie je dat we de 40ste game, dat we dan mega knokker zijn. En dit is trouwens wel lekker. Ja, af en toe heb je ook de spelers die eventjes zichzelf laten killen. Dan ben je in ieder geval niet zoveel tijd eraan kwijt. Maar echt, meer dan de helft doet dit niet. Die gaat wel gewoon spelen. En dan duurt het allemaal zo lang, jongen. Dat is echt niet normaal. Die Costumel Primo, die gooien ze de hele tijd. Dat is irritant, want ik wil gewoon de hele tijd mijn super kunnen inzetten. Ja, maakt niet uit. Alsnog een snelle kill, dus dat is mooi. Oké, volgende potje. Gaan we nu weer geen megaknokker zijn. Dit is potje nummer 36 dus. Dus ik ben heel benieuwd. Gaan we megaknokker zijn of niet? Nee, weer niet. Nee, ik zei het echt. We zijn gewoon geen één keer meegeknokken. Dit is echt bizar. Nou ja, dit duurde wat langer. Hij probeerde het wel te spelen. Dus dan zijn we weer 1,5 minuut kwijt. We zijn nu bij game nummer 37. Dus hierna nog 3 games. En dan hebben we het gewoon gehaald. Oké, nee, weer geen meegeknokken. Nee, ik zei het. We zijn gewoon geen meegeknokken. We zijn het nooit. Oké, nog 3 games volhouden. En dan mogen we alsnog gewoon de edelstenen kopen. Potje nummer 38. Spanning, sensatie. We moeten nog even spelers vinden. Maar dan komen we er dus achter. Of ik een megaknokker ben of niet. Ah ja, eigenlijk zijn we nu zo dichtbij. Nu hoop ik ook gewoon dat we geen megaknokker meer zijn. Nee, dat we gewoon 40 games achter elkaar geen megaknokker zijn. Jij, we hebben het weer een keertje volgehouden. Oké, op zich maakt dit het voor mij wel wat leuker om op te nemen. Wou ik per se een megaknokker zijn. Nu heb ik ook zoiets van, nou, nu boeit het ook niet meer. Ik ga alsnog die AB niet kopen als we dus 40 potjes achter elkaar geen megaknokker zijn. Dus dat maakt het voor mijzelf wel wat leuker om op te nemen. Maar gaat die Shelly nu wel spelen? Ik hoopte heel eventjes dat hij niet zou spelen. Doet hij het wel? Dat is irritant. Oké, nou, dit potje gaat dus weer even duren. Nou, Shelly gekild. Die ging dus inderdaad spelen. Die had het trouwens wel 1,5 minuut volgehouden. Dus dat vond ik toch nog wel eventjes. Maar we zijn nu bij potje nummer 39. Dus nog 2 potjes. Deze en de volgende. Als we dan geen megaknokker zijn, dan hebben we 40 potjes achter elkaar gehaald zonder megaknokker te zijn. Oké, hierna nog eentje. Want we zijn weer geen megaknokker. Nog 1 potje volhouden. En ik mag 60 euro aan edelstenen kopen. Omdat ik gewoon 40 potjes op rij geen megaknokker ben geweest. Dat is echt de meest rare challenge geworden ooit. Ja, dat had ik niet zien aankomen voordat ik hier ging spelen. Maar hey, nou ja, weet je, soms moet je een beetje improviseren tijdens het opnemen van video's. Maar wel chill dat deze Shelly zich gewoon laat killen. En dat scheelt gewoon weer ietsjes qua tijd. Ja, oké, top. Deze is nu dood. Dan hebben we nu nog 1 potje te gaan. 1 potje, dan hebben we 40 games op rij gespeeld zonder megaknokker te zijn. Spanning, sensatie. Gaat het gebeuren? Zul je zien dat ik nu de megaknokker ben, hè? Zul je zien. Zul je zien. No! No! Hoe dan? No way! Nee! Oké, dit is echt heel shit. Nou ja, we gaan er het beste van proberen te maken. Oké, ze hebben mij hier al door, dus dat is jammer. Ik zal eventjes die pijpen gaan pakken hier. Oké, nu moet ik uitkijken trouwens. Ik zal hier even die hier gaan killen. En ik moet eigenlijk hier even een kill maken. En dan moet ik even zorgen dat ik ze een beetje op afstand hou. Dit is echt te bizar voor woorden. Wie had dit kunnen verwachten? Dit is echt... Oh, wat raak ik hier zagrijnig van? Oké, ik moet nu even weer hier langs. En dan gaan we hier even naar onder. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen? Oh, die pijpen die doet super. Nee joh. Ik kan dit niet volhouden. Die pijpen moet dood. Oké, die overleeft dit nog maar net. Dat is wel een beetje jammer. Moet hier even uitkijken weer. Ik heb geen range. Oké, ik heb het dan wel bijna een minuut volgehouden. Dus dat is lekker. Even die tot killen hier zo. Oké, jullie moeten even op afstand blijven. Dat zal voor mij al schelen. Die Crowdy is irritant. Die Paco is irritant. Maar die doet niet zoveel damage. Dus dat scheelt. En die Crowdy is wel irritant. En die Piper ook. Oké, we moeten er nog 20 seconden overleven. En dan mag ik alsnog de aanbieding kopen van 60 euro. Dus dat zou mooi zijn. Oké, Crow, doe niet zo irritant. Jullie weten niet wat er voor mij op het spel staat. Nee. 8 seconden. 8 seconden kom ik tekort. Oké, ik ben helemaal klaar met deze video.
40 games lang heb ik gespeeld. Zeg ik, nou, laatste game bij de 40, dan krijg ik de duurste aanbieding. Nou, vervolgens ben ik dan ermee geknokken en dan haal ik het niet. Ai. Dit is echt te bizar voor woorden. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Nou ja, ik heb het wel verdiend. We mogen nu die 450 edelstenen kopen. Doen we dat? Ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon voorlopig geen Brawlstars meer spelen. In ieder geval nooit meer die mega gevecht. Wat een stomme game mode is dat? Ai. Oké. Nou ja, in ieder geval edelstenen, dus dat is mooi. Ik laat het bij. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.